Begin met gezonde voeding. Misschien ben je iemand die van nature vrij dunne en kwetsbare wimpers heeft. Geen probleem. Veel vrouwen voor jou hebben al ontdekt hoe je dit eenvoudig kunt oplossen. Natuurlijk begrijpen we dat ons uiterlijk grotendeels genetisch bepaald is. Toch kunnen we door middel van een specifiek dieet en een aantal slimme make-up trucjes de wimpers krijgen die we willen. En nee, hier heb je geen nepwimpers voor nodig. Met een beetje tijd en enkele goede gewoontes kunnen we ons doel ook zonder nepwimpers bereiken. Het is het beste om van binnenuit te beginnen. Dermatologen van het Madrid Institute of Dermatologie en Aesthetic Surgery, MSD, herinneren ons eraan dat een goed gebalanceerd dieet dat weinig vet bevat en rijk is aan vitamine A, B, C en E behulpzaam zal zijn voor het krijgen van vollere, langere en glanzendere wimpers. Waarom zouden we dit advies dus niet opvolgen? Amandelen, wat gebeurt er als we dagelijks amandelen eten? Amandelen zijn rijk aan vitamine E, een vitamine die perfect geschikt is om de haarzakjes van je wimpers te voeden. Ook bevatten ze polyfenolen, een antioxidant die voorkomt dat de wimpers zwak worden en uitvallen. Olijfolie, je weet vast al wel hoe gezond olijfolie is. Olijfolie maakt de wimpers sterker en voorziet het lichaam niet alleen van voldoende vitamine E, maar ook van antioxidanten die veroudering en verzwakking van je wimpers tegen kunnen gaan. Bonen. Bonen zijn een natuurlijke bron van ijzer, zink en vitamine B-complex. Welke voordelen bieden deze elementen voor de gezondheid van onze wimpers? Ze zorgen ervoor dat onze wimpers sterker en goed gevoed zijn en voorzien ze van voldoende zuurstof. Bonen zijn echt fantastisch. Broccoli. Weinig groenten zijn zo gezond voor onze basisfuncties en zo goed in staat onze uiterlijke schoonheid te verbeteren als broccoli. Wist je bijvoorbeeld dat broccoli het lichaam voorziet van keratine? Hierdoor kan broccoli ervoor zorgen dat je wimpers dikker, sterker en elastischer worden. Avocado. Meerdere studies hebben aangetoond dat het dagelijks eten van een halve avocado het lichaam voorziet van meer dan 20 vitamines en mineralen. Vitamines en mineralen die ons allemaal kunnen helpen dikkere en vollere wimpers te krijgen. Simpele schoonheidstips voor vollere wimpers. Kam je wimpers elke avond. Dit is zo simpel, maar zeer effectief. Beschouw je wimpers hetzelfde als je hoofdhaar. Een zeer effectieve manier om haargroei te stimuleren is door je huid te kammen. Hierdoor verwijder je namelijk dode huidcellen en stimuleer je de circulatie in dit gebied. Dit dagelijkse ritueel levert erg goede resultaten. Middel van wonderolie, onfeilbaar, effectief en voordelig. Het is het waard om ervoor te zorgen dat je altijd wonderolie in huis hebt. Er zijn maar weinig oliën die zoveel voordelen bieden voor onze wimpers als wonderolie, een natuurlijke bron waarmee je de wimpers optimaal kunt hydrateren. Om wonderolie te gebruiken week je wat je in wat olie en masseer je hiermee voorzichtig de wimpers. Als je dit elke avond doet nadat je je wimpers gekamd hebt, zul je zien dat je wimpers geleidelijk voller zullen worden. Truc met talkpoeder. Deze fantastische truc is een van de geheimen van veel visagisten. Het is zo eenvoudig, dat je er verbaasd van zult staan. Breng eerst een klein beetje mascara aan op de puntjes van je wimpers. Zorg ervoor dat de wimpers goed van elkaar gescheiden zijn. Besprinkel de wimpers dan voorzichtig met wat babypoeder. Hierdoor maak je je wimpers dikker. Je kunt de poeder met een ander mascara borsteltje aanbrengen, zoals je kunt zien op de onderstaande foto. Dit is makkelijker. Als de wimpers goed bedekt zijn met de babypoeder, kijk uit dat de poeder niet in je ogen komt, kun je opnieuw mascara aanbrengen. Je weet zelf het beste hoe. Om ervoor te zorgen dat je wimpers er dikker uitzien, kun je het beste bij de wortel beginnen en dan in een zigzagbeweging naar de puntjes glijden. Stap niet bij de puntjes, maar laat het borsteltje vanaf glijden, want dit zorgt er namelijk voor dat je wimpers langer worden. Moet mascara altijd zwart zijn? Dit is een veelgestelde vraag. En het antwoord is nee, niet altijd. Er zijn veel verschillende mascara's die ervoor kunnen zorgen dat onze wimpers voller worden. Transparante glitter mascara. Deze mascara laat je wimpers er vol, sprankelend en spectaculair uitzien, vooral in de ochtend.
Afgezien van eventuele wallen zul je hierdoor een chique uitstraling krijgen. Bruine mascara gemengd met zwarte mascara, nog een truc die veel visagisten gebruiken. Breng van de wortel tot het midden van de wimpers bruine mascara aan en op de puntjes vervolgens voorzichtig wat zwarte mascara. Hierdoor zullen de wimpers er lang en dik uitzien. Heb je het al eens geprobeerd? Het is sensationeel. Pas op voor wimperkrullers en waterproof mascara. We weten dat wimperkrullers een mooie tool geven aan onze uitstraling, maar overdrijf hiermee niet. Door elke dag te wimpers te krullen met een wimperkruller beschadig je je wimpers en loop je het risico dat ze zwakker worden. Als je echt graag altijd een wimperkruller gebruikt, probeer dan je wimpers minstens 2 keer per dag te hydrateren met vaseline of fondrolie. Hetzelfde geldt voor waterproof mascara. We weten dat deze mascara door de samenstelling langer blijft zitten en dat we er zelfs mee kunnen zwemmen of douchen, maar wat zijn de nadelen van waterproof mascara? Het is erg moeilijk schoon te maken en zelfs na veel moeite blijven er vaak kleine beetjes mascara op de wimpers achter, die schadelijk kunnen zijn. Probeer beide producten niet te vaak te gebruiken. Tot slot kun je zien dat deze trucjes voor vollere wimpers simpel en vooral voordelig zijn, maar desalniettemin erg waardevol. Ze zullen je ongetwijfeld helpen mooie, dikke en volle wimpers te krijgen.